U weet waarschijnlijk al dat melk, die in grote hoeveelheden dagelijks bij de fabrieken wordt afgeleverd, een belangrijk exportartikel is. Voor het overgrote deel gaat het als gecondenseerde melk naar het buitenland. En in een van de fabrieken die zich met dit proces bezighouden, zijn we eens gaan kijken. In dit geheimzinnig toestel wordt de melk bij een temperatuur van 95 graden gepasteuriseerd. Dat wil zeggen, bacterievrij gemaakt. Als conserveringsmiddel wordt per 1000 kilo melk 170 kilo suiker in water opgelost en daarna vermengd met de melk. Dit mengsel wordt onder een temperatuur van 55 graden in een vacuümketel ingedampt. Op deze wijze produceert de fabriek 1500 kilogram gecondenseerde melk per uur die in blik verpakt wordt. Ingenieuze machines vullen hier 165 blikjes per minuut. De blikjes worden in kisten verpakt. Die machinaal worden dichtgespijkerd. En dan kunnen ze de reis naar de keukens aanvaarden. Voorlopig alleen op de buitenlandse keukens, vanwege de deviezen. Ruim 1 miljoen gulden per maand aan deviezen. Een belangrijke industrie herleeft, kweekt in alle delen van de wereld goodwill en getuigt daarvan onze energie en onze kwaliteiten.